Hey guys, what's up? Big Up hier en welkom bij part 3 van de Wyvern's Challenge. We gaan vandaag gewoon weer even lekker wat monsters killen. Ik heb eigenlijk geen idee wat gaat gebeuren. Hopelijk gaan we door naar volgend level of zo en we zien we eigenlijk wel. Gewoon veel experience binnenhalen, nieuwe dingen kopen misschien. Dus, ik moet eerst even deze glass bottles weggooien, want het is een beetje zonde om ze telkens mee te dragen. Kan ik ze stacken? Oh ja, dat kan. Oké, goed, die dump ik hier wel gewoon in het hoekje. Zo. We hebben dat aan het eind van de map, als we de map zeg maar uitgespeeld hebben, liggen daar gewoon 3000 glass bottles. Wedden? Goed. Ik kreeg een paar comments. Ik kreeg een comment en iemand vertelde mij dat je je texture pack wel kan veranderen in een snapshot. Dat doe je door naar options te gaan en dan op texture packs te klikken. Bedankt, dat wist ik niet. Dat wist ik echt niet. Ik speel ook nooit in snapshots. Kom op, Bob. Nederlands praten. Kom op, je kunt het. En ik kreeg nog een comment en die daarin vertelde iemand mij dat de boog geen pijlen gebruikt door een enchantment en dat is de Infinity One enchantment, de Infinity 1, de onderste enchantment. Dus ja, het is een beetje stom dat je dan pijlen kunt kopen terwijl je ze niet eens nodig hebt. Dus, maar goed. Even kijken, ik heb een paar potions nodig voordat ik ga beginnen denk ik. Splash heal. Wat is dit? Speed potion, dat is wel fijn. Ah, goed zo. Nog één. Hoppa. Regen potion. Healing potion. Dual healing. Twee healing. Of heb ik nu één? Oké. Regen. Nee, ik doe wel haste. Oké. Goed, even kijken. Swiftness. Healing. Haste. Swiftness. Healing haste. Oké. Kunnen die hier? Even kijken, waar zitten die steaks ook weer? Die zitten hier ook. Ja. Oké. Nou, ik denk dat ik maar weer eens ga beginnen met level... Weet ik veel waar we zijn. Wat doet dit eigenlijk? Return to the latest wave. Reset all floors and return to the spawn. Nope. Weet ik veel. Ik ga gewoon weer naar boven. Shop. Goed. Hopelijk gaan we niet dood. We hebben nog maar 2 levens over. Ik kan eventueel ook nog zo'n leven erbij kopen. Dat kost volgens mij 15 levels. Oké, in het hoekje, in het hoekje, in het hoekje. Lag, want het begint net. Oh, wacht even. Ah, floor cleared. Proceed to the next floor. Reviving all dead players. Oh, dat is onwijs gaaf. Oh, oké, cool. Nice. Halleluja. Wow, wat is dit? Oh wacht, dit is de volgende floor. Oh, dammit. Oh, dammit. Ik wil hier niet zijn. Ik moet zeggen, het is wel mooi gemaakt. Oh ja, hier kan ik maar één kant op. Logisch. Het is mooi gemaakt, maar ik weet niet of ik hier wil zijn. Careful, 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 careful. Oké, voorzichtig. Waarom heeft hij geen hoofd? Waarom heeft hij geen hoofd? Misschien door de texture pack die niet helemaal overeenkomt. Waarom is er ijs op een hoofd? Oh shit. Oh, oh, oh no. No, 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 no. Oh, dit gaat prima. Niks aan het handje. Alles gaat volgens plan. Blijf af. Ah, kut. Oh, dammit. Wauw, hoeveel levens hebben deze kills? Ah, oké. Wauw, dat was intens. Nou ja, dat is zo'n beetje de hele map al, maar... Oeh, hallo. Wow, kijk hoe snel die is. Oké, even kijken, als ik nou eens het default texture pack gebruik. Hebben ze nog steeds zo'n raar hoofd? Ik ben benieuwd. Wow. Oké, wacht. Wow, wat is dit? Oh, wacht, dat is een wolk. Zitten we zo hoog? Oh ja, we zitten op 120. Ei. Dat is redelijk hoog, ja. Oké, gaaf. Wolken komen door het gebouw heen. Laten we het eens proberen met deze texture pack. Oh, ik heb geen één potion gebruikt. Fair enough.
Gaan we nu wel doen. Swiftness, hoe lang duurt die? 1 minuut 29, nice. Haste, 1:26. Die twee weg. Nieuwe van die. En begin. Oh fuck, zie hoe snel die is. Oh damn it. Oh shit. Waa! Hij is op afstand. Damn, sommigen zijn echt onwijs sterk. Oh shit, dat is niet goed. Oké, dit ging nog niet heel slecht. Wow, ben ik even snel. Ja. Maar ze hebben nog steeds zo'n raar hoofd. Dus het ligt niet aan de texture pack, denk ik. Dat is niet slim, dat is niet slim, dat is niet slim, dat is niet slim. Niet overmoedig raken. Auw. Waren dat de laatste? Nee. Tuurlijk niet. Auw. Nee! Ah, for fuck's sake! Nee! Oh, bitch. Oké, ik ga even naar de shop toe. Dan ga ik even een level kopen. En ik moet even de texture pack opnieuw aanzetten. Oké, dan ga ik nu even naar de shop toe. Even alle experience pakken. Even een leven erbij kopen. Misschien even een potion. Oh, wow. Damn. Moet ik nou echt al die trappen af? Is er geen knop of zo die je helemaal naar de shop toe brengt? Huh. Dat lijkt me kut als je boven in de toren zit bij de Wither. En dat je dan helemaal naar de shop toe mag lopen en weer terug. Waarom heb ik eigenlijk iron ingots gekregen? Rotten flesh. Heb ik nu al een stack van. Potions. Ik heb nog healing en swiftness. Doe ik 1 swiftness erbij. En dan doe ik 1 healing erbij. En dan doe ik 1 haste. Oké. Dit is healing, healing, haste. Ja, oké. En dan moet ik nog even een leven kopen. 1 leven, 15 levels. 2 levens, 25 levels. Bollocks. Dat wordt dan 1 leven. Oké. Nou, kunnen we weer terug. Eigenlijk geen idee waarom ik mijn render distance op far heb, want dat heb ik eigenlijk niet eens nodig. Ach, ik laat hem wel op far. Oh shit. Oh ja, kom, laten we in het Deens gaan spelen. Leuk. Leuk. Waar staat Engels? Waar staat Engels? Waar staat Engels? En laat ik dit even terugzetten. Naar far. Goed. Helemaal terug naar boven. Rotten flash gooi ik wel even weg. Waarschijnlijk vertelt iemand me in de comments nadat ik het flash heb weggegooid dat je het had kunnen inruilen voor punten ofzo. Of dat je er iets leuks mee had kunnen doen. Oh dammit, kom op. Kom op, kom op. Nice. En nu wil ik dit weggooien. Waarom kan dat niet? Wat is dat voor bullshit? En gooi. Oh kijk, dat is beter. Gooi. Potato, die wil ik behouden. Glass bottle. Zo. Oké. God sta me bij. Potion of swiftness. Omruilen. Haste. Weg. Steak eten. Boog vasthouden. En
naar de hoek toe. Oh, damn. Oké, dat is echt niet gezond. Oké, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. Oh, damn. Niet doodgaan. Die arches, dat zijn het probleem. Ik bedoel, deze kleine kutbeest, die kan ik wel aan, maar... Oh, goddammit. Oké. Okay. Nou ja, we leven nog. Soort van. Ik kan nu weer een leven erbij kopen trouwens. Return to the shop. Oh, Oh, kom op. Dat ben je niet. Oh yes. Oh yes. Kabanga! Oh, mis ik ook nog. Wacht even. Dat gaan we overnieuw doen. De Furbo! Ah, kom op. Laat me nou gewoon eens... Oh nee, mooi niet. Oh, dat meen je niet. Huh? Oh, dat is niet goed. Lol, reset floor. Oh shit, wacht even. Oké, okay, geen zorgen. Oké, okay, dat was misschien niet zo heel slim. Anyway, bedankt voor het kijken naar part 3 van The Wither's Challenge. Ik vergeet de naam telkens. En ja, dan ben ik weer met part 4 natuurlijk. Hoe gaat dit nu verder? Floor reset done. Houd dat in dat ik nu... Ik mag toch nog wel helemaal naar die bovenste floor toe, of niet? Ik bedoel, ik hoef deze toch niet opnieuw te doen? Toch? Toch? Handig om te weten voor de volgende keer. Klooi niet met één skelet. Probeer geen trickshots of wat dan ook te doen. Oké. Okay. Ik heb geen idee welke wave ik nu ben, maar dan komen we de volgende keer gewoon achter. En we zijn een stuk verder gekomen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Geef een like als je het leuk vond. Laat een comment achter. Dat moet je sowieso doen. En abonneer ook als je het leuk vond. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bye. Return to the shop!